deze mooie biologische rosé uit Zuid-Frankrijk, de Sable de Camargue, de mond van de Rhône, met de naam Pink Flamingo. Waarom Pink Flamingo? Omdat de flamingo een van de vaste gasten is hier in de Camargue. En naast nog heel veel meer andere vogelsoorten. De wijngaarden liggen vlak aan zee en dat levert een mooie, ronde, frisse rosé op die zalig gaat met een aantal gerechtjes. En we gaan hem even openmaken. Nou, daar gaat hij dan. Hij ruikt heerlijk fris. Lekker fruitig. Mooi volle smaak. Lekker rond. Nou, ik ben benieuwd hoe hij het met de gerechtjes gaat doen. Nou, we hebben hier een paar hapjes bij gezocht. Een paar hapjes die misschien vanzelfsprekend zijn en andere die misschien wat bijzonder zijn. Maar we beginnen gewoon even met een lekker stukje brood. Gewoon lekker knapperig. Lekker strak mondgevoel. En dat past mooi bij de rosé. Erg lekker. Het olijfje doet het goed. Toastbrood is altijd een beetje knapperig en dat geeft ook een wat strak mondgevoel en dat past ook goed bij de zuurtjes van de rosé. Gaat heerlijk. Nou, dan hebben we de zalmwrap. Nou, dat kan ik beter gewoon even met het handje nemen zo. Hij heeft daar helemaal geen moeite mee, die gaat gewoon lekker mee. Dus hier heb je zoiets dat je zegt, nou, ik neem een slokje, ik neem een hapje, ik neem een slokje, weer een hapje. Want het lekker combineert met elkaar. De rosé blijft mooi overeind bij de zalm. Dat is een heerlijke combinatie. En dan komt nu de uitdaging. Een stukje haring. Hè? Doen we even zo. Verrassend lekker. Verrassend lekker. Het zout en het zuur. De haring blijft overeind en de rosé blijft ook overeind. Het is niet zo zout, lekker vettig. Zoals een haring eigenlijk moet smaken. Een slokje erbij. Verrassend hoe deze haring gewoon lekker met die ronde rosé meegaat. Echt een aanradertje. Nou, nog bedankt voor het kijken naar deze video en ik hoop u snel weer terug te zien bij de volgende video.